Afrondend. Ja, voorzitter, ik weet gewoon eigenlijk gezegd even niet zo goed waar ik moet beginnen. Want ik ben opgestaan nadat mevrouw van der Plas eigenlijk een hele mooie oproep deed aan ons allen. Laten we op sommige onderwerpen die zo'n groot probleem zijn voor het land kijken of dat we als coalitie en oppositie samen verstandige stappen kunnen zetten. En dan krijg ik hier terug een aantal flauwe opmerkingen over procedures. Mevrouw van der Plas, u bent haaks geworden in die paar maanden formatie. Haaks. Er stond vanavond een mesdebat gepland. De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie die zijn gewoon naar hun geplande debat toegegaan. U wilde dat mesdebat niet laten doorgaan. En dat die e-mailprocedure waar u het over heeft, die is al afgelopen. Dat debat gaat niet meer voor het zomerreces plaatsvinden. En dat betekent dat dankzij dit haakse trucje van mevrouw van der Plas duizenden boeren de hele zomer in onzekerheid zitten. Die kregen van minister Adema te horen, ja, de overheid heeft het de afgelopen jaren volledig verneukt met mest. We hebben u allemaal in de steek gelaten. We hebben het erop aan laten komen dat Europa hard moet ingrijpen in Nederland. Dat is een fout geweest van jarenlang slecht beleid. En minister Adema die zei daarom, ik neem die verantwoordelijkheid en ik ga ervoor zorgen dat de grootste problemen op de korte termijn, waardoor boeren failliet dreigen te gaan, dat we dat gaan voorkomen. Daar hadden we vanavond met elkaar duidelijkheid over kunnen geven. En ik vraag u nog één keer, heel simpel. En dan gaat u zich niet verschuilen achter, de minister moet het nog gaan uitwerken, u ziet het na de zomer. Nee, wat vindt u? Wat is uw antwoord richting al die boeren? Komt dat mestpakket gewoon door of zitten die boeren nog maandenlang in onzekerheid? Ja, voorzitter, het debat wat nu uitgesteld is tot het zomerreces, dat zeg ik nog maar even, had niet gehoeven. Want wij hebben gezegd, we willen het debat maandag wel doen. Dus het feit, vervolgens wordt er gevraagd, nee, doen we het morgen. Daar heeft de oppositie gewoon geen meerderheid voor gekregen. Zo werkt de democratie. Dus ga mij niet de maat nemen dat omdat ik niet vanavond wilde debatteren, om mijn moverende redenen, die ik nu niet hoef te verantwoorden. Nee, dat hoeft niet. Nee, ik ben niet mijn baas, meneer Jettes. Het stond gewoon gepland en u heeft het geschrapt. Dat is wat anders dan dat we het er niet over eens waren wanneer het zou moeten plaatsvinden. Nee, u heeft een gepland debat geschrapt en heeft die boeren, net als bij het schrappen van het stikstoffonds, vanavond weer een klap in het gezicht gegeven. Want ze krijgen kijk wat ze van de BBB kunnen verwachten. Nee, nou ja. Ik denk dat alle boeren in Nederland echt nu keihard aan het lachen zijn aan de tafel. Dat dat nota bene uit de mond van de fractievoorzitter van D66 moet komen. Dat BBB de boeren richting de afgrond duwt. Nou. Nee, zo haags ben ik geworden, zegt de heer Jetten. Jongen. Echt. Nogmaals, kijk eens even zelf in de spiegel in plaats van in de verrekijker. Wat hier door uw partij en door andere partijen hier over de boeren is heengestort. Dat boeren in de ellende zitten, bij de psychiater lopen. Dat er gewoon, nou ja goed, ik zal het niet zeggen, want dan gaan we daar weer, dat is te erg voor woorden. Maar dat er zoveel ellende is, bij aan de boerentafel. En dan wil de heer Jetten hier even een stuntje uithalen. Nou, weet je, Jette, ik zal vertellen, als er morgen verkiezingen zijn, dan denk ik niet dat er echt een boer is die op D66 stemt, hoor. Echt niet. Wij hebben hier keihard gestreden de afgelopen 3 jaar voor een ander en beter beleid. Alle voorstellen die wij eerder hebben gedaan, die we in 2021 meekwamen, joh, niemand geloofde erin. Niemand geloofde zelfs dat je in de Tweede Kamer zou kunnen komen. Ik weet nog een tweet van een Kamerlid hier die in januari 2021 zei, na 17 maart horen we er niks meer van. Nou, dat hebben ze geweten, want ze hebben er wel wat van gehoord. En wij hebben hier keihard gestreden voor onze boeren, vissers, tuinders en telers. En allemaal, ook de biologische, ook de kringloop, ook de natuurboeren, ook de gangbare boeren. Wij hebben hier gestreden voor voedselzekerheid. Ik was een van de eerste die dat hier noemde in het debat. Dus echt, voorzitter, laat de heer Jetten stoppen met mij de maat te nemen dat BBB degene is die ze naar de afgrond duwt. Wij hebben nu een ministerie wat van BBB een minister levert en een staatssecretaris. Wij hebben de naam visserij teruggebracht. 2003 werd visserij afgeschaft. Dat was het begin van het einde van onze visserijsector. Want het was niet belangrijk. Waar viel visserij onder natuur? Niet eens onder voedselproductie. Jongens, waar waren we mee bezig?
Wij hebben ervoor gezorgd dat het terugkwam. En wij hebben die mensen weer hoop gegeven. En u noemt het valse hoop, voorzitter. De oppositie noemt het valse hoop. Nou, onder de leiding van het vorige kabinet, en laat ik daar een aantal partijen specifiek benoemen, waaronder de partij van de heer Jetten, die hebben de helder boeren helemaal geen hoop. Ja. Nul. Oké. De Bontebal. Ja, voorzitter, mevrouw Van der Plas overschreeuwt zichzelf nu. Ik vind dat de kijker recht heeft op de feiten die...